Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe In Gesprek Met. Vandaag zijn we in de studio en ik heb een gast, een hele bekende, beroemde, beruchte heer. <laughs> Zegt hij zelf. En dat is meneer Helmond Proeven. Ja, het is niet de ex-directeur van DSB, dit is de jongere broer. En hij is, hij is populairder, is dat zo? Meneer Proeven, welkom. Ik geloof het wel, ja. <laughs> ik geloof het wel. Ja. Ja, ja, we doen zeker goede dingen als familie, vooral als broers. Uh, leveren zeker onze bijdrage waar nodig. Okay. Dus ik denk well. dat het. Ja. Vandaag ga ik met meneer uh, Proeven praten over een, een heel interessant project. Hij is namelijk de landelijke coördinator van het schooltuinenproject van de president. De president heeft dus een schooltuinenproject. Dat klopt. De president uh, heeft niet zo lang geleden, zeg maar drie maanden geleden, een schooltuinenproject uh, gelanceerd. En dat houdt in dat we op diverse scholen... gifvrije tuinen neerzetten. Maar ook de alternatieve landbouwmethodes willen introduceren. Mm. Gifvrije tuinen, dat klinkt interessant. Vertel ons wat meer. Het is toch wel belangrijk dat uh, we weten wat we eten. Mm. Vaak genoeg uh, dwingen we onze kinderen om dus groenten te nuttigen. Maar... Uh, we weten niet van waar het komt, hoe het geplant heeft en hoe het geplant is. Met alle gevolgen van dien. Bespotene groente die niet op de juiste manier is geplant en is geoosd, is heel erg gevaarlijk. We, weten, we kennen de, de nierproblemen, zo kan ik doorgaan. Dus het is toch wel belangrijk dat we één, heel jong, de kinderen laten beseffen om gezond te eten. Je eigen groente telen. Te dat geef ik ook mee aan ouders. Een ander aspect is uh, ondernemerschap. ...stimuleren, waarbij kinderen ook heel jong kunnen merken dat landbouw ook betaalt. Mm. Dus we willen dat gaan stimuleren. Dus die kassen die worden neergezet op die scholen... ...is net een kleine onderneming die de school kan starten daarmee. Er zijn een heleboel facetten. De nieuwe landbouwmethode, aquaponics leren de kinderen door middel van vis mm. planten. Het water wordt gecirculeerd. En je kan een plant in doen en het kan groeien. De andere methode is de hydroponic, waarbij we de kinderen of de leerkrachten leren om digitaal te planten. Dus uh, een hele nieuwe wereld gaat voor ze open, als het ware. Digitaal planten, ik, ik kan me er helemaal geen voorstelling bij maken. Vertel. Uh, hydroponic is een systeem waarbij je door middel van uh, eenvoudige metertjes. Hier heb ik dus twee meegenomen pH en een ppm meter mm -hmm. uh, bepaalde zaken die je nodig hebt om optimale groei te kunnen hebben voor de plant op te meten als je in de grond plant uh, weet je nou niet als je te veel mes zet te weinig noem maar op samenstelling van de bodemgesteldheid ken je niet deze meters uh, is eigenlijk een hulpmiddel mm -hmm. om optimaal te planten elke plant heeft zijn eigen waarde aan voedingsstoffen die het nodig heeft. En met deze meters kunnen we precies, nauwkeurig weten wat we aan het doen zijn. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Nou. Is, is, is mooi. En dus. Maar daarmee geeft u aan van wanneer dus die, die, die kinderen zo hebben geplant en de leerkrachten, kunnen ze die groenten verkopen? Dat is de bedoeling. De bedoeling is om de school ook een push te geven, waarbij. Die, ik kan het alvast duidelijk zeggen, die kassen worden gesponsord door de president zelf. Okay en we plaatsen zonnekast compleet met vis, uh, ook de oude methode hoe papa en mama gewend waren te planten, dat zetten we dus ook, mm -hmm. zodat de kinderen zelf een keuze kunnen maken, zelf kunnen zien hoe de ontwikkeling eigenlijk uh, plaatsvindt. Uh, daarnaast, het is een heel traject die we doorlopen. De, de scholen worden geselecteerd om moeten contact maken met onderwijs voor toestemming natuurlijk. En we moeten ook gaan kijken naar de mensen die we moeten trainen. Je moet de juiste mensen kunnen vinden, want het is niet zo dat we die kast neerzetten en weggaan. Continuïteit is belangrijk, de duurzaamheid van het project, waardoor je de mensen op de juiste manier moet trainen. Dus we zijn maanden bezig op één school om het project goed af te ronden. Om hoeveel scholen gaat het? Uh, onze streven is 21 scholen in diverse uh, districten. We zijn nu al op zes. En de bedoeling is dat we misschien de komende weken richting Marowijnen en Commonwein uh, gaan. Mm, Oké, okay. maar landelijk? Landelijk. We pakken hem landelijk, aan, maar per district zullen we dat af, afbakenen. Oké. Okay. Hoe is de reactie van de kinderen? Heel enthousiast. Uh, hier en daar wat kinderziektes, als je kijkt naar Apura. Mm. Ze hebben we dus nu gemerkt dat ze last hebben van rupsen. Oh. Maar het is een proces omdat je ook biologisch moet leren om te bestrijden. Dus uh, dat alles is een heel traject waar ook voor de mensen een hele uitdaging is. Mm. Maar het gaat om gezonde groenten waarbij we die met chemische stoffen bestrijden. Mm -hmm, mm -hmm. Om welke soort groenten gaat het? Is het bepaalde of kan je alles planten? In die aalkoppen kan je alles planten. Mm. Ik heb dus thuis doe ik experimenten. Ik heb bitawiri op water. Ik heb Marcuse op water. Ik heb verschillende soorten groenten. Gomawiri heb ik op water. Oker op water. Maar op de scholen, uh, in die aquaponie kan je ook van alles zetten. Spenazie, noem maar op taaier, blad. Van alles en nog wat. Lekker. Maar als we aan meneer Proeven denken dan... Kennen we u niet van aquaponics of hydroponics? Eerder heb ik met u gesproken als? Voorzitter van de sportjagersvereniging. Ah. Ik zit dus, uh, daar ben ik ook voorzitter van. Ik ben bij de Bloeddonor ook de coördinator. Ah. Ik heb al om mijn bij drie keer heb ik, uh, bloed afgestaan. Wow. Gezond? Gezond. Het is een uh, way of life. Mm -hmm. Waarbij we mensen ook oproepen om donor te worden. De bestaande donoren proberen we te behouden. Mm -hmm. uh, ik heb eigenlijk zoveel pet op. Ik, ben, ik zit ook in de politiek. Oh. En uh, noem maar op. Heel ja, ja. veel. Heel mooi dat u dat zegt. Want u geeft aan, dit is een project van de president. We kennen meneer proeven. Want ja, we weten, we doen wat onderzoek. Niet van de NDP. Nee. Dat is een groene man. Wat doet die Groene Man bij de Paarse Partij? Ik ben heel blij met die vraag. Uh, ik ben zelf resultatenracelid van de NPS. Maar ik vond het geweldig dat de president uh, meegevraagd heeft om het project te coördineren. Hij heeft niet gekeken naar kleur of naar ras of naar een politieke partij. Voor hem was op dat moment belangrijk: hij stelde mij die vraag, wil je werken voor jouw land? Mm. En dat was voor mij doorslaggevend om uh, dat wat ik doe, waarvan ik hou, om dus dit te kunnen delen met anderen. Uh, natuurlijk, politiek is politiek. Mm -hmm. Het wordt uh, <coughs> soms in in dank afgenomen. Maar ik denk dat we als mens moeten proberen zaken te kunnen overstegen. Mm -hmm. En uh, ik probeer zoveel als mogelijk, omdat ik van mijn land hou... Die bijdrage te leveren die nodig is. Okay, wat was de reactie van de NPS? Natuurlijk heb ik hier en daar wat uh, vervelende reacties gehad en gezien. Maar uh, ik laat iedereen in hun waarde. Daar kom ik nooit aan. Uh, het is, je komt hier op aarde om eigenlijk je weg te bewandelen. En zolang ik oprecht bezig ben, uh, waarbij ik vooral. Met kinderen bezig kan zijn om ze positieve dingen bij te brengen. Uh, denk ik niet dat men mij mag oordelen of veroordelen. Uh, in principe zouden wij dat als mens ook niet mogen doen. Ja. Wie zijn wij? Ik denk dat je in het leven geen kleine zonde of grote zonde hebt. En als je vanuit de Bijbel kijkt, zijn we allemaal zondaars. Dus ik ga nooit oordelen of veroordelen. Ik zal. Blijven, ik zal mezelf uh, zodanig blijven opstellen dat ik die bijdrage kan blijven leveren. En wanneer het de president is die een beroep op je doet, dan zal ik zeker waar nodig die ondersteuning geven. Ja. Maar u begrijpt ook dat mensen gaan zeggen: is dat niet de strategie van de president? Want uh, waarom moet hij een NPS er vragen? Waren er geen NDP'ers? Uh, nou, geen moeilijke vraag. Kijk, het gaat erom wanneer jou gevraagd wordt om een job te doen. Mm. En ik heb het al gezegd. De president heeft in deze niet gekeken naar partijkleur. Mm. Hij heeft gekeken naar. Uh, kan je die bijdrage leveren? Wil je die bijdrage leveren? Ik zou ook kunnen hebben gezegd: Van ik wil het niet doen. Zou ik ook kunnen. Maar omdat ik weet hoe belangrijk het is. Het gaat om mensenlevens redden. Uh, Waarbij we tools kunnen aanreiken dat het beter kan gaan met ons, vooral ons jonge kind. Uh, dat was eigenlijk voor mij belangrijk om heel snel te zeggen: ja, ik wil het doen. Elk een die een nierenprobleem kreeg of ziek wordt, is één te veel. En dat beseft de president als geen ander. Dus vandaar dat ik heb gezegd: ik zal die ondersteuning 100% geven. En het is de manier hoe men zich opstelt? Uh, ik weet niet als ik nog welkom ben uh, aan de andere kant. Maar ik heb voor mezelf wel. Uh, ik ben heel diep te raden gaan bij mezelf. En ik heb een persoonlijke mening en keuze gemaakt om verder door het leven te kunnen gaan. Dus maar, maar gaat u nog? Bent u nog uh, wanneer bent u voor het laatst geweest in Groenjaren? Om eerlijk gezegd heb ik dus uh, in eerste instantie de voorzitter van de NPS dus, uh, in kennis gesteld. Dat er een gesprek is tussen mij en de president. Uh, in het appbericht was hij dus kort. En uh, toen ik de andere reacties zag van uh, bepaalde vrienden, als ik ze vrienden mag noemen, uh, schrok ik wel. En ik heb toen gezegd, daar parkeer ik het. En ik heb uh, ook gezegd aan de president, ik ben iemand die doet. En ik heb dan besluit genomen om harder te gaan werken. Ja. Wanneer moet dit project afgerond zijn? Het kan een poosje duren, omdat alles wat we doen, we in samenspraak met de president doen. Hmm. Ook de geselecteerde scholen bespreken we eerst samen en we evalueren. En op basis daarvan uh, nemen we besluit van we doen daar drie of we doen daar zes scholen. Uh, dat is echt iets dat we in samenspraak oh. met hem doen. Heeft de president aangegeven hoe hij op dit idee is gekomen met zo'n project te starten? Uh, ik heb het al eerder gezegd. Het gaat eigenlijk dat hij zich zorgen maakt om uh, gezonde voeding, mm. maar ook belangrijk is dat er minder uh, surinamers. Geïnteresseerd zijn echt in landbouw mm. en vooral onze jonge kinderen. Je wil je handen niet veel maken, ja. ze denken: Weet je, ik moet in de zon met een chap met de houwer. Mm -hmm. Terwijl deze methodes je een kleine oppervlakte nodig hebt om uh, optimaal te kunnen produceren, veel te kunnen produceren. En het gaat om biologisch getilde groenten. Uh, ik kan een heleboel voordelen noemen van, van deze twee systemen. Vandaar dat we het zo breed mogelijk willen introduceren bij mensen om te laten zien dat je ook anders kan planten. Mm. En deze meters, zijn ze kostbaar? Zijn ze te betrekken? Kan iedereen ze kopen? Heel belangrijke vraag. Deze meters zijn niet zo duur. Het is ongeveer 200 sd per stuk. Mm. Uh, maar we moeten dus wel, wat we nu moeten doen is dus, uh, ervoor zorgen dat uh, de zaken toegankelijk zijn voor iedereen. Het is nog moeilijk te verkrijgen, maar ik denk over een paar maanden gaan we dus proberen dat de meters overal liggen. Um, dus de uitdaging is er. Mm. We hebben een hele grote uitdaging. Ook ten aanzien van, je hebt mensen die zeggen ja, jullie stimuleren de, de planters, maar wat de bodem afzet. Yeah. Uh, daar kijken we ook naar om dus uh, de koppen bij elkaar te steken en te kijken. Een ondernemer moet creatief zijn. Mm. Het is niet alleen dat je bijvoorbeeld uh, je amsoi plant, maar het bijproduct is belangrijk. Ga kijken wat je ook van die amsoi kan maken. Mm. Ik denk aan, vroeger hadden we toch die amsoi in flessen. Ja, ja, ja. Uh, ik heb een filmpje gezien waarbij men nu soepgroenten droogt en maalt, soepgroentenpoeder. Uh, men doet het aan met peper. Mm -hmm. Dus je moet ook creatief zijn om uh, te kunnen ondernemen. En niet gewoon denken van ik plant en ik lever mijn groenten, maar de bijproducten. Denk maar aan onze fruit. Mm. Toch? De verschillende de sappen, ja. de, de jam. Uh, noem maar op. Ja. Je kan er zoveel mee doen. Dus uh, daar moeten we mensen in trainen om iets verder te denken, een breer plaatje te pakken. Waardoor ze de mogelijkheden gaan zien wat ondernemen inhoudt. En deze groente, is het duurder dan de normaal geplante groente? Uh, nee, het is niet duurder. Het is natuurlijk makkelijker voor uh, de persoon die plant mm. om het te kunnen telen. Je kan het uh, makkelijker beheersen. En, uh, maar het is eigenlijk dezelfde prijs. Zelfde prijs. Mm. Want we weten dat afhankelijk van de weersomstandigheden soms groente duur is. Nu ik was op de markt, ik schrok van de prijzen. Tien gulden voor uh, een zakje snijbonen en drie en vier sd voor kousenbaan. Maar... Is dit, bij dit systeem, zijn de weersinvloeden ook uh, van toepassing hierop of maakt het niet uit? Het maakt niet uit. We kunnen met deze systemen, je weet de boeren als je kijkt naar weg naar de zee. Mm. Heb je daar, dan zijn ze onder water, dan heb je droogte. Uh, hier kan je alles beheersen. Uh, het enige wat je hebt is dus een, een tank met water mm -hmm. waarbij je de metingen doet. Dus je hoeft niet iedere dag nat te maken. Mm. Je hoeft niet in de zon. Je hoeft geen onkruid weg te halen. Je hebt geen, je hebt geen tap in nodig. Het systeem doet alles zelf. Mm -hmm. Zie daar de voordelen voor een landbouwer. Je hebt meer tijd en ruimte over om andere zaken te gaan doen. Mm -hmm. Dus uh, ik ben nu bezig op weg naar zee met een ondernemer. Die man was 8000 slaplantjes kwijt. En daar zetten we een heel groot systeem op. Het, is, het draait dus nu al. Waarbij hij helemaal overgaat op moderne landbouw. En het is simpel, hij is nu al bezig. Jullie mogen ook gaan filmen als jullie willen. Zullen jullie een gigantisch project zien? Mm -hmm. En uh, dat is eigenlijk, kijk, een monteur die dertig jaar geleden dacht dat hij een topmonteur was. En die zich niet heeft laten scholen. Mm -hmm. Kan heden ten dagen, als hij zich niet heeft laten bijscholen, niet meer werken op jouw auto. Yeah. Die auto zit vol. Chips. Mm -hmm. En dat gebeurt dus nu ook met de landbouw. Bij hydroponic gaat men zelf zo ver dat je op kantoor kan zitten en je kan je tuin monitoren, weet wat er gebeurt. Ja, je kan hem koppelen op je computer, smart hydroponic. Dus de technologie is er en dat gaan we gebruiken om het makkelijker te maken. En ook bij de landbouw heb je die toepassingen nu. Ja, maar je had het over vis. vis. Wat is, bij is dat? Waponic, heb je dus vis. Makkelijk. Of als je normaal op de grond plant, mm -hmm. heb je dus kippenmes nodig. of... Koeienmes. mes. Ja. Uh, bij die a waren het die Azteken en die Incas die al door hadden, dat uh, bij gronden je heel goed kan planten. Ja. Omdat die vis ook boept. Ja. Okay. En we staan in die stil, maar in het water heb je zoveel voedingsstoffen mm. die die plant gebruikt, dat je schrik van de uh, kwaliteit die je krijgt als. Dus wat we doen, is het dus water laten circuleren. Waarbij je planten gewoon in het water kan zitten. Natuurlijk met een filtersysteem, daar kan wat techniek bij kijken. Waarbij je dus gezonde voeding hebt. Gewoon op water. Ja, waar zijn die vissen dan? Die vissen hebben we dan in een tank oh. of in een vijver. Oh. Uh, en dat water gebruik je. Ja, dus oh, okay. het heeft dan voordelen. Je hebt vis mm -hmm. en je hebt groente tegelijk. Maar je kan ook een combinatie maken waarbij mensen, bijvoorbeeld, je wil kip kweken. Maar je buren die zouden klagen van de stang. Nou, dit is de oplossing. Je zet je kippen een deel van je kippen erin, met ja. gaas zet je op je vever. Die kippen die poepen in het water, die vissen eten het op. Het water wordt nog krachtiger voor de plant, waardoor je kip, vis en groente hebt. Wauw. Wow. <laughs> Oké. Okay. Technieken die ja. we toepassen, waardoor je. Mensen die vinden van ik heb geen erf, ik wil planten, nou we kunnen een greenwall maken, we kunnen je hele schutting beplanten. Hmm. Uh, je kan alle kanten op met dit systeem. Nou. En dit heeft u gestudeerd of is het gewoon een hobby? Uh? Nou, de president heeft me ook die vraag gesteld. Kijk, ze zeggen gewoon, Ogrid Jamalboom. Hmm. Uh, ik zit dagelijks in het dagelijks leven, ben ik bij de IBS al uh, 25 jaar werkzaam. Okay. En ik was uh, een aantal jaren geleden, was ik non-actief gesteld. Wat voor augury had u gedaan? Omdat ik ambities had om dus, uh, de vakbond daar te leiden. Oh. En dat was me toen niet in dank afgenomen door de toenmalige directeur. Mm -hmm. En ik heb lekker twee jaar thuis mogen zitten. Maar, maar dat kan, wacht even. Nu gaan we even op ander. Omdat u dus aspiraties had om in de vakbond te gaan, bent u op non-actief gezet. Ja, toen, Kon dat? Dat uh, nou, moet zo beantwoorden, het is me overkomen. Ah. Het is, me, het is me overkomen. Mm -hmm. Maar ik probeer altijd uit negatieve situaties uh, het positieve eruit te halen. Dus ik kon twee dingen op dat moment doen. Ik kon blijven janken. Mm -hmm. uh, maar ik ben verder gaan studeren, verder gaan kijken. Mm. En ik ben toen bezig geweest met het systeem, een aantal jaren. En uh, vandaag aan de dag. Heeft het nog gewend erg geracht? Dus eigenlijk wel ook ritje Maar u bent nog bij de EBS. Ik zit nog bij de EBS. Ik uh, werk dus nu momenteel voor de president. Mm -hmm. uh, waarbij ik dus even landelijk help om de projecten te coördineren. Geweldig. Als ik zo luister, dan uh, gaan we naar een gezondere Suriname. Op een hele moderne manier. En u zegt, dit systeem is toegankelijk voor iedereen. Het is niet alleen mensen met geld. Nee, helemaal niet. Je kan zelf in een. een, 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 een zeg maar, je hebt een plastic flesje thuis. Mm -hmm. Zou je al kunnen planten? Uh, ik doe de presentaties gratis. Dus als er mensen geïnteresseerd zijn die de presentatie willen zien, kunnen ze me contacten. Ik heb ook een eigen Facebookpagina, Hydroponics voor Beginners Suriname. Daarop kan je alle ontwikkelingen volgen. En uh, ik doe dat gewoon dus vrijwillig voor groepen, uh, zodat ze kunnen zien de mogelijkheden. Nou, mag ik u heel veel succes toewensen? Dit klinkt goed. Dankjewel. Dus ik denk dat het, 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 het voorbeeld, mensen kunnen uw voorbeeld opvolgen en dit allemaal doen. Hè? En u stelt u ook beschikbaar. Helemaal, helemaal. Nou, succes. Dankjewel, Carla. Kijkers, dat was dus het heel interessant gesprek dat ik had met de heer Helmond Proeven. Hij heeft het gehad over het schooltuinenproject. Dat is dus een landelijk project dat hij in opdracht van de president uitvoert. En u heeft het gemerkt, meneer Proeven, die, 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 hij glundert gewoon, hij geniet van dit project. Maar het heeft zijn voordelen voor Suriname. We gaan dus naar een gezonder milieu en een gezonder Suriname. En dat kunnen we best appreciëren. En daar danken we hem voor. Maar u gaat niet weg, want straks ben ik bij u met een ander onderwerp.